In deze scholingsvideo krijg je informatie over het nieuwe regionale protocol Acute Beroertezorg van de Regio West. Het protocol is ontwikkeld door het netwerk Acute Zorg West in samenwerking met alle regionale ziekenhuizen, de RAV Hollands Midden en de RAV Haaglanden. Al enige jaren is de zorgverlening rondom de patiënt met acute neurologische verschijnselen in beweging. Sinds de intrede van IAT zijn de triagecriteria voor patiënten met een acuut herseninfarct veranderd. Het effect van IAT hangt, net als voor IVT, sterk af van de tijd tot behandeling. Snelle herkenning en goede triageafspraken zijn daarom essentieel om de patiënt zo snel mogelijk op de juiste plaats de juiste zorg te kunnen bieden. Het doel van dit nieuwe protocol is de logistiek van de zorg te beschrijven om zo snel mogelijk te kunnen starten met IVT en/of IAT. Voor patiënten met een acuut herseninfarct in de ROAS-regio West. Een hierop aansluitend doel is helderheid te verschaffen welke patiënten wanneer in aanmerking komen voor een doorverwijzing naar een interventiecentrum. Dit protocol beschrijft de afspraken omtrent de organisatie van vervoer, logistiek en zorg voor een patiënt met een acuut herseninfarct in de regio West. De ambulancedienst heeft hierbij een sleutelrol waarbij onderscheid moet worden gemaakt tussen twee processen. Ten eerste, vervoer, logistiek en zorg algemeen, waarbij het gaat om het herkennen en presenteren van patiënten aan een strookcentrum met IAT-faciliteiten. Ten tweede, vervoer, logistiek en zorg bij klinische overplaatsing, waarbij het gaat om overplaatsing van patiënten van een strookcentrum van eerste presentatie naar een strookcentrum met IAT-faciliteiten. Als we het nieuwe regionale protocol 8.2 erbij pakken, zien we dat het ingangspunt onveranderd is gebleven, namelijk een afwijking in de vast en of neurologische symptomen, bijvoorbeeld acuut ontstaande druiduizelijkheid. Indien er sprake blijkt te zijn van een TIA en er volledig herstel is opgetreden, neem je contact op met de dienstdoende neuroloog of de assistentneurologie. Op basis van dit overleg neemt de neuroloog de beslissing wat de beste routing is voor de patiënt presentatie op de SEH of een afspraak op de Tiapoli. Om tot die beslissing te komen, zal de neuroloog een aantal anamnestische vragen stellen volgens de ABCD2 scoren. De vragen die je kunt verwachten staan in het schema onderaan in het VLPA 8.2. Als de neuroloog besluit dat vervoer naar het ziekenhuis op dat moment niet geïndiceerd is, dan draag je dit altijd over aan de eigen huisarts of aan de huisartsenpost middels een telefonische overdracht. Het ERF wordt zoals gebruikelijk ook naar de eigen huisarts verstuurd. Wanneer er wel sprake is van persisterende neurologische symptomen, wordt er een afweging gemaakt of er sprake kan zijn van een sap. Wanneer er sprake is van een verdenking sap in combinatie met een verminderd bewustzijn en acute hoofdpijn en/of excessief braken, kies je voor het HMC. Als er geen symptomen van acute hoofdpijn in combinatie met gedaald bewustzijn en of excessief braken aanwezig zijn, waardoor de verdenking op sap erg laag is, kan er ook naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gereden worden. In het geval van een verdenking op een herseninfarct wordt de patiënt, indien de klachten al langer dan 24 uur bestaan, vervoerd naar het dichtstbijzijnde strookcentrum met of zonder IAT-faciliteiten. Indien de klachten korter dan 24 uur bestaan... moet er bepaald worden of er sprake is van ernstige of minder ernstige uitval. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van, en dat is nieuw, de RACE-score. RACE staat voor Rapid Arterial Occlusion Evaluation. Een RACE-score van groter gelijk 5 wordt als ernstige uitval beschouwd. Als de patiënt een score heeft van groter gelijk 5... Dan wordt er vervoerd naar het dichtstbijzijnde strookcentrum met IAT-faciliteiten. Overige patiënten met persisterende beroerteklachten worden gepresenteerd in het dichtstbijzijnde strookcentrum, onafhankelijk van IVT of IAT-faciliteiten. Elk ziekenhuis met een SH in de regio beschikt immers over IVT-faciliteiten. Het mag ook het ziekenhuis zijn waar de patiënt bekend is of naartoe wil, mits dit geen noemenswaardige vertraging op zou leveren. Hier zien we de race-scoren in beeld. Allereerst wordt er gescoord op vier punten. aangezichtverlamming, de armen, de benen en het hoofd- en blikveld. Er kunnen per onderdeel 0, 1 of 2 punten gescoord worden. Op basis van de bevindingen wordt er onderscheid gemaakt in rechtzijdige of linkzijdige afwijkingen. Bestaan er rechtszijdige afwijkingen, dan test je op de aanwezigheid van afasie ofwel een taalstoornis. Betreft het linkszijdige afwijkingen, dan beoordeel je of er sprake is van agnosie ook wel herkenningsstoornis. Je test dus nooit op beide. Welke test je uitvoert, hangt echt af van aan welke zijde er afwijkingen bestaan. Maximaal kunnen er 9 punten gescoord worden. Nog even terug naar het protocol. In het tweede gele blok zien we staan dat de voorkeurspositie voor het plaatsen van een waaknaald in de elleboogplooi is. Dat heeft te maken met de diameter van het vat. Je gebruikt hiervoor tenminste een groene femflon vanwege de doorgankelijkheid van de contrastvloeistof. Probeer hier rekening mee te houden en als het even mogelijk is, plaats aan beide zijden een waaknaald. Het grootste deel van de verantwoording van dit protocol hebben we inmiddels behandeld, maar toch nog even aandacht voor de volgende tekst in de achtergrondinformatie. Het gebruik van anticoagulantia zoals vitamine K-antagonisten of DOAX en de leeftijd van de patiënt vormen geen belemmeringen om de patiënt in het ziekenhuis te presenteren voor eventuele trombolyse. In de kliniek volgt nader onderzoek. Nog een belangrijk punt dat in het VLPA beschreven staat en dus ook is afgesproken met de regionale ziekenhuizen. Als blijkt dat de patiënt volgens de flowchart naar een IAT-centrum vervoerd dient te worden. Dan prefereert dit boven een gemaakte afspraak tussen een huisarts en een neuroloog van een niet-IAT-centrum. De ambulanceprofessional dient dit zo snel mogelijk terug te koppelen aan de desbetreffende huisarts en neuroloog, zodat het ontvangende ziekenhuis niet nodeloos lang aan het wachten is op een patiënt die niet gaat komen. Het kan voorkomen dat een patiënt van een IVT-centrum naar een IAT-centrum moet worden overgeplaatst en het overplaatsende ziekenhuis al gestart is met IVT. Dit wordt de drip-and-ship methode genoemd. Indien de patiënt stabiel is, mag deze zonder een begeleidend arts worden vervoerd. De MMA heeft met het opstellen van dit protocol al goedkeuring gegeven... over de continuering van alteplase via de spuitenpomp door de ambulanceprofessional. Het protocol en het VLPA beschrijven duidelijk dat de ondernemer acties... in het geval van complicaties of neurologische verslechtering zoals het stoppen van het medicijn en het contact opnemen met het ontvangende IAT-centrum. Dit waren de belangrijkste punten met betrekking tot het nieuwe regionale protocol acute beroertezorg. Samenvattend volgt nu een opsomming van de regionale afspraken. TIA: altijd overleggen met een neuroloog of assistentneuroloog. Op basis van de ABCD2 score maakt de neuroloog een beslissing: vervoer naar de SEH of afspraak op de TIA-poli. Bij EHGV altijd een telefonische zorgoverdracht aan de eigen huisarts of hap. Bij sap. In het geval van een bewustzijnsdaling in combinatie met acute hoofdpijn en of excessief braken altijd naar het HMC. Niet bloedig CVA. Klachten langer dan 24 uur vervoer naar het dichtstbijzijnde strookcentrum. Klachten korter dan 24 uur. Bepaal bij persisterende neurologische symptomen de race-scoren. Bij rechtzijdige afwijkingen beoordeel eventuele afasie, bij linkzijdige afwijkingen beoordeel eventuele agnosie. Race scoren groter gelijk 5, vervoer onder A1 naar het dichtstbijzijnde centrum met IAT faciliteiten. Race kleiner dan 5, vervoer onder A1 naar het dichtstbijzijnde strookcentrum, onafhankelijk van IAT faciliteiten. Maak bij de vooraankondiging en de overdracht op de SEA altijd gebruik van de S-bar. Mochten er na aanleiding van deze informatieve scholingsvideo medisch inhoudelijke vragen zijn, neem dan contact op met het Stafbureau Zorg van de regio Haaglanden via het e-mailadres sbz@rvhaaglanden.org. Dank voor de aandacht.